Vrijwilligerswerk is de smeerolie van de samenleving. Dat wordt heel erg gewaardeerd, zeker ook door onze Majesteit Koning Willem-Alexander. Die heeft heel wat mensen in Nederland een lintje gegeven. Lid in de orde van Oranje Nassau is ook iemand geworden in Overvecht. We gaan met haar in gesprek. Mevrouw Van den Berg, van harte gefeliciteerd. Dank u wel. Hoe oud bent u? 75. Hoe lang woont u al in Overvecht? Vanaf 1966, geloof ik, 1966. Een van de eerste bewoners? Jazeker. U heeft dus uh, op Koningsdag dat lintje gekregen met een smoes. Mijn kleindochter belde op en toen zei ze: Oma, ik heb een musicalfeest van school. En er zijn vijf scholen uitgenodigd. Dus uh, dit was de bus, die werd in de stad. Waarom heeft u de koninklijke onderscheiding gekregen? Nou, omdat ik vrijwilligerwerk doe in de Hoogstraat. En ik heb bij de zonnebloemen vrijwilligerswerk en bij de thuis- en daklozen. Wat doet u als vrijwilliger bij de Hoogstraat? Ik ben in het restaurant als de mensen, de naar beneden mogen. Als ze op punt staan om naar huis toe te gaan, om eten te geven. En de plaatsen aan te wijzen waar ze moeten gaan zitten. Is dat leuk voor werk? Zeker, anders doe ik het niet, 26 jaar hè? Dan ging ik s morgens om zeven uur op de fiets naar de Beeldstraat. En dan ging de, kwam de bus en die kwam ons halen. En dan hadden we koffie gemaakt en de boterhammen klaargemaakt. En gingen we naar Bij Hoograven. Ik weet niet hoe het allemaal heet. En dan kregen ze een koffie. En dan kregen ze vier boterhammen met pindakaas of jam. En dan s'avonds was het van negen tot elf. Dan kregen ze warme soep en als het zondags, als ik eens een keer zondagsdienst had, dan kregen ze gebakken eieren met spek. Dit is de bus. Dat was het zijstraatje bij de Beels. waar vroeger die bij het postkantoor de uh, bij post. postkantoor, weet je wel, dat zijstraatje. En hier waren ze dus een, een weekendje waren ze met waren ze ergens in Driebergen verslaafde op weekend. Ja, daar waren ze met, met, met z'n allen, waren, kregen ze ding En dit was ook een vrijwilliger, nou, die ging dan koffie zetten. Uh, je had een taak, of je moest soep maken, of je moest... Uh, dan kregen ze wat warms. Het is triest wat ze allemaal hebben meegemaakt, maar er is altijd nog een andere wereld. Je kan nog altijd verder. Hoe zou je die andere wereld omschrijven? Nou, je moet veel meer voor elkaar over hebben, vind ik. Tegenwoordig hebben ze niet zoveel voor elkaar over. Het is, het is meer ik als jij... He, ik heb voor mijn moeder, ik heb me voor mijn vader gezorgd, 12 jaar. Ik heb mijn moeder tot aan de 96 jaar verzorgd. Maar wij zijn thuis opgevoed. Als jij goed bent, dan doet een ander mens ook goed. Kijk, dat is mijn man dan. Die was ook, uh, die was de chauffeur van de bus. Nou, kijk, hier sta ik dan. Daar hadden ze een voetbaltoernooi hier op de, bij de aftreden bij de Birka, Waar dan ook die huizen staan, bij de veemarkt. Automarkt daar was toen het voetbalveld en daar uh, daar stonden daar kregen ze thuis en daklozen tegen elkaar in een het Amsterdam en weet ik voetballen als u nou één geweldige anekdote mag noemen van al dat vrijwilligerswerk dat u is bijgebleven noem er eens één ja de Hoofdstraat vertel nou, dan word je hartelijk ontvangen door de mensen ook. joh. Toen, toen ik dat lintje kreeg, ook ik werd met een rols daarheen gebracht door mijn man. Of door, door, dus je, maar dan moet je kijken, ze vliegen om je nek en dan is jij niet gefeliciteerd. En dat menen ze ook. En sommigen die kijken die anders en zeggen: Nou ja. Daarom zeg ik: die poespas hoeft dan niet voor mij. Want ik, ik voel van binnen wat ik goed doe. En mijn man die wou dat lintje. Nou ja, oké, okay, ik vind het leuk. Echt, ik meen het op dat hij het gedaan Heel lief van hem. Want ik waardeer het heel erg. Maar het komt van liefde. En het hoeft niet zo op een paal te staan. En kijk eens, dus mevrouw Berg, ik heb een lintje, want die heeft 25. Maar de hoofdstraat is voor mij hart en ziel. Echt. En als het kon, dan ging ik drie keer in de week. Het kan wel, maar dat doe ik niet. <laughs>